Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweekvlog. Het is vandaag maandag 4 maart. Het is alweer maart. Het gaat zo bizar snel. En ik heb voor jullie weer een nieuwe Juffenweekvlog. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus maandagochtend. Ik heb net even een TikTokje opgenomen. Want ik heb namelijk een kortingscode van Lovies. En we hebben vandaag eigenlijk best wel een beetje een drukke planning. En we hebben vandaag brandoefening. Dat vind ik altijd minder. Ik vind dat altijd een beetje stressend. Dus ja. Ik ga in ieder geval nu even mijn spulletjes uit mijn tas halen. Want ik ben een beetje op mijn voeding aan het letten. Zoals jullie misschien in de vorige week vlog hebben gezien. Dus ik heb wat dingen die ik mee heb genomen. Die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Als eerst heb ik flavor powder voor mijn kwark, want ik ga dat zo meteen gelijk even eten. Ik heb een shake hier voor na school. Hoef ik niet nu, maar na school. Dan heb ik brood mee, een appel en ik heb druiven mee en bananencake die ik heb gemaakt, bananenbrood. En ik ga nu gelijk eventjes wat kwark beneden eten. Onderzoekers zijn al veel over de hersenen te weten gekomen. Toch zijn er nog heel veel onbeantwoorde vragen. Schrijf twee vragen op waar men deels al of antwoord op heeft. Waar hebben ze al een beetje antwoord op? Ja, dus we kunnen opschrijven hoe zien de hersenen eruit. Dat weten ze al. Zien de hersenen eruit? Ja, dus welke hersengebieden zijn betrokken bij bijvoorbeeld taal of wat... Ja, hoe ze problemen oplossen. Wat nog meer? Nou, ik ben weer thuis van werk. Ik heb dus niks meer gefilmd. Volgens mij heel even tijdens de begrijpen lezen les. Maar ik had na school een gesprek en toen ben ik gewoon vergeten te filmen. En ik ben dus nu thuis. En eigenlijk wil ik dus vanavond naar de sportschool gaan. Maar ik heb geen zin om er naartoe te gaan. Dus ik denk dat ik nu eventjes ga sporten. Want anders moet ik straks nog na het eten. En ik heb daar dus echt geen zin in. Dus ik denk dat ik nu ga proberen te gaan hardlopen. Heb ik natuurlijk ook geen zin in. Maar ja, dan heb ik het maar een soort van gedaan. En als ik nu ga wachten tot de sportschool, dan duurt het nog wel eventjes. Dus ik denk dat ik nu dat ga doen. Dus ik ga me even omkleden. Warming up en dan let's go hardlopen. Good morning, het is vandaag dinsdag. En gisteren na het hardlopen heb ik niks meer gefilmd. Het hardlopen ging echt super slecht, want ik heb dus een scheenbeenblessure. Dus het was eigenlijk ook gewoon dom dat ik het überhaupt ging proberen. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, het is nu weer dinsdagochtend. En we hebben dus nu beneden een nieuwe printer. Dus die ga ik nu eventjes proberen. Zodat dat helemaal lukt. Zo, en dan gaan we vandaag er weer tegenaan. Helemaal zin in. Ik moet eventjes wat mailtjes beantwoorden. En ik moet even het bord nog klaarzetten. Het bord zelf is wel al gedaan, dus dat is top. En ik heb net een leuke TikTok opgenomen. Ik ben er altijd in de ochtend wat eerder. Anders op school hoef je er eigenlijk pas om 8 uur te zijn. En ik ben er soms wat eerder, zodat ik even nog wat tijd voor mezelf heb en een TikTok. En ik heb even een briefje gemaakt met de kinderen... Waar ik wat extra op moet letten qua met helpen bij de toets. Qua het oefenen voor de toets. Dus dat schrijf ik altijd op een briefje, want dat vind ik gewoon zelf makkelijk. Lettergreep, vul de tweede lettergreep op de eerstvolgende regel in. Tandarts, waar komt dan het afbreekstreepje? Ja, dus dan schrijf je op tand, streepje en op de volgende regel arts. Oh, dat is handig. Ik schrijf hem wel even mee op het bord. Gym, streepje, zaal. Ja, gym, streepje, zaal. Ja. Boom, boom, boom. Ja,
Heel goed. Plat. Ja. Heel goed. Oké. Wereldse klanken in steeds een andere taal. De kracht van muziek bindt ons allemaal. De zang en instrumenten klinken overal uniek. Rond in het ritme van wereldmuziek. Daar komt-ie. Nou, mijn klas is nu naar de gym, dus het is nu lekker rustig. En we zijn net bezig geweest met de labboeken, of de labbooks. Want we zijn dus bezig met het landenthema, had ik vorige week ook al verteld. En we hebben dus Azië en we hebben allemaal landen in Azië, zoals China en Japan. En ze zijn dus nu bezig met het eten en drinken in dat land. Maar kijk, dit is een beetje het idee wat ze gaan maken. En ze zijn al best wel ver, ik zal er even een paar laten zien. Kijk, zo ziet het eruit. En dan maken ze hierop allemaal verschillende dingen. En hier zie je dus ook al hele mooie dingen die ze hebben gemaakt. Ik ga nu eventjes verder met nakijken. Want ik moet wat dingen af hebben. En als ik alles heb nagekeken, dan ga ik verder met de lessen voor morgen. En hier hebben we nog wat spulletjes liggen. Het is vandaag woensdag 6 maart. En ik heb lekker even een ontbijtje. Ik eet dus nu elke ochtend die flavor powder. En het is vandaag een korte dag. Er komt vandaag iemand in mijn klas kijken. En ik ga dan een coöperatieve werkvorm laten zien. En ik vind deze ook wel heel leuk. Dus ik zal hem eventjes aan jullie laten zien wat de bedoeling is. Ik kan er wel even bij pakken. Nou, ik heb hier de helft van de klas. En wat de bedoeling is, dit zijn de juffen en meesters en zij gaan het dictee afnemen. Dus zij moeten steeds een spellingswoordje zeggen en dan moet de rest moet het dan opschrijven. En zo hoef ik dus het dictee niet af te nemen en vinden ze het zelf ook heel erg leuk. Omdat het natuurlijk een beetje op een andere manier is dan normaal. Dus ja, dat werkt heel goed. Dus dat ga ik dan straks laten zien, want ik doe best wel vaak met spelling wat andere werkvormen. En ik denk dat het toch leuk is als je hier in de klas komt dat je even iets anders ziet. Hyper de Bipura. Kom maar naar voren, we zingen met elkaar. Nou, ik ben weer terug van werk en ik heb net boodschappen gedaan. En ik ga zo meteen even wandelen met een vriendinnetje. Ik heb de boodschappen wel al in de koelkast gezet. Want het, ja, ik dacht dan heb ik dat maar alvast gedaan. En ik ga het even een klein beetje ordenen. Oh ja, en de proteïnerepen. Ik ga het even laten zien. Waren dus nu 1,50 bij de Dirk in plaats van 3 euro. Dus ik heb even een voorraad gekocht. Ja, echt belachelijk veel. Maar ja, normaal betaal je hier natuurlijk het dubbele voor. Dus dat is echt top. Good morning, het is vandaag donderdag. Ik heb dus vannacht echt de ergste buikpijn ooit gehad. Ik heb echt gewoon gehuild van de pijn. Geen idee wat het is. Dus ik hoop... Nou, het is nu wel echt al heel veel minder, maar ik hoop gewoon dat het straks helemaal weg is. Ik ben toch maar gegaan omdat het wel een soort van gaat. Maar echt, ik weet niet wat dit is. Ik heb gisteren nog lekker gewandeld met een vriendinnetje. En we gaan weer aan de slag. Nou, zoals ik al zei, ik voelde me vandaag dus echt niet lekker. Ik heb zoveel buikpijn nog steeds. Maar ja, nou ja, ik heb het in ieder geval volgehouden, dus ik ben trots op mezelf. Ik ben nu lekker thuis en ik ga nu lekker op de bank, ga ik niks doen. En ik kom dus net thuis en ja, mijn vriend is zo lief. Heb ik dus weer bloemen gekregen met een kaartje erbij.
is echt een cutie. Dus die bloemen ga ik nu even in een vaas zetten. En dan ga ik hier lekker op de bank liggen en dan ga ik er niet meer van afkomen. Good morning, het is vandaag vrijdag. Bijna weekend, ik kan echt niet wachten. Ik ga dit weekend natuurlijk ook gewoon weer voor jullie filmen. Ik moet heel even een TikTokje doorsturen voor een samenwerking. Zo. Dat ga ik nu eerst eventjes doen. Ik heb alles al klaargezet. De kinderen zijn nu bij de gym. Dus ik moet wel nog heel even een beetje ontbijten. En dan gaan we de dag beginnen. We hebben vandaag 2 toetsen. Die ga ik nu even klaarzetten. Goed dat ik eraan denk. En dan lekker weekend bijna. Good morning, het is vandaag zaterdag en ik ga voor jullie lekker dit weekend veel vloggen. En ik heb dus gisteren de musical besteld. Wij gaan Zo Goed Als Nieuw doen van Rap en Roer. En ik heb er echt onwijs veel zin in. Het is echt een hele leuke musical en ik kan niet wachten om het maandag aan de kinderen te vertellen. Ik heb ze geprint gisteren na school en ik ga dus nu bij de Action even snelhechters halen. Want ik dacht, ik denk wel dat ze beter even in de snelhechter kunnen, omdat die boekjes 4 maanden mooi moeten blijven en dat gaat anders niet lukken. Dus ik sta nu voor de Action en ik ga dat nu eventjes regelen. Nou, ik ga zo meteen even laten zien wat ik bij de Action heb gekocht, maar ik ga nu mijn wimpers laten doen. Dat is ook echt nodig. Kijk hoe cute. Nou, mijn wimpers zijn weer gedaan. Ik heb nu geen make-up op, dus dan ziet het er altijd super heftig uit. En ik ben ook nog eens echt heel wit. Maar mijn vader en mijn vriend hebben dus net de tv opgehangen. Super mooi. Die kabels moeten we nog even wegwerken, maar het ziet er wel echt veel mooier uit. En ik ga nu lekker even een bananenbroodje maken. Ik heb het vorige week heb ik het ook gedaan. Maar wat je nodig hebt zijn 3 bananen. Ik doe gewoon lekker altijd alles in de blender. Want dan is het gewoon in 1 keer klaar. Proteïnepoeder nodig. Je hebt 2 of 3 eieren nodig. En havermout. En bakpoeder en kaneel. Blenden in een bakvorm. En je hebt gewoon lekker bananenbrood. Ik heb vorige week elke dag een stukje genomen. Dat is ook heel fijn voor werk. Dus ik dacht, ik maak het nu gewoon nog een keer. Zo, let's go. Nou, 2 of 3 eieren ligt er een beetje aan of je grote of kleinere eieren hebt. Ik weet nooit zo goed wat grote en wat kleine eieren zijn. Ik vind dit grote eieren. Zo. We hebben net even lekker wat zitten snacken. En dat gaan we er nu gelijk aflopen. Waar gaan we naartoe lopen? Nou, dit knip ik er maar uit. We gaan even naar mijn werk lopen. Zin in. Woe! Woe! Kijk, dat was de avondvierdaagse. We kunnen ook de vierdaagse gaan lopen. In Nijmegen. Lijkt wel leuk. Volgens mij echt 30 kilometer per keer. Ik heb je gewoon hier naartoe gelokt. Nu nog maar. Oké, we gingen een stukje lopen. Maar toen waren we heel dicht bij school. En ik moest nog iets langs brengen, zei ik. Dus en ik ben in de tussentijd een beetje opgeleefd, denk ik. Ja. En ik had nieuwe mapjes gekocht bij de Action. Dat is wat ik vandaag had gekocht bij de Action. En maandag gaan we beginnen met de musical. Oh, ik doe gelijk een boekje fout. Maandag gaan we beginnen met de musical. Dus
dan wil ik gelijk dat alles af is. Dus we gaan ze nu even in de snelhechter doen. En dan, ja, teamwork. Gaat wel twee keer zo snel nu. Dus deze is wel een voordeel. Toch? Je doet het heel goed. Doe ik het heel goed, mevrouw? Ja. Juffrouw? Ja, je doet het heel goed, kind. Krijg ik ook een bonus, omdat ik... Ja, wat voor een bonus wil je? 50 euro. Nou, 50 euro, zo verdien ik niet eens per uur. Good morning, het is vandaag zondag en ik ga weer lekker sporten bij mijn vriend. Het is nu een uurtje vroeger. Dus ik kom net mijn bed uit. Ik heb me heel even omgekleed. Ik ga geen make-up op doen of dat soort dingen. Ik ga alleen nog even mijn haar vast doen. Ik zie er echt niet uit. Ik ben zo wit, jongens. Het is echt niet normaal. Ik moet echt weer gelpruimer op gaan doen. Een keertje naar de zonnebank. Maar ja, ik wil dus eigenlijk niet naar de zonnebank. Het is gewoon heel slecht voor je. Zo, mijn ketting even af. En dan gaan we weer sporten. En ik zal proberen wat te filmen voor jullie. Want vorige keer vonden jullie dat heel leuk. Ik ben natuurlijk nog niet een professionele sporter of iets. Maar voor het idee is het misschien wel leuk om even te zien wat ik dan allemaal doe. Buigen en strekken. Juist, heel goed. Nou, het is inmiddels zondag, eind van de middag. Avond bijna. En wij hebben nu het idee om een kast in elkaar te zetten. We willen hier namelijk de jassen ophangen. Ik val bijna op de grond. Dus we hebben nu de helft van de kast. Nou ja, ik denk dat we nog even bezig zijn. Maar ik had dus bij de Jumbo hadden ze nieuwe smaken van cola. Nou ja, nieuwe smaken. Ik had ze in ieder geval nog niet gezien. Even kijken welke we hebben. We hebben strawberry. We hebben pina colada. We hebben lemon. En we hebben banana's. Nou, we gaan eventjes deze twee proberen. Ik ben heel benieuwd. Dit proeft gewoon als cola met een limoentje. Ja. Het is gewoon normale cola. Het proeft geen verschil. Het smaakt naar kauwgom. Dit is mega zoet. Wel lekker deze. Ja, wel heel zoet. De kast is klaar. Zo. Het enige nadeel dat van kast in elkaar zit is al dat karton. Vreselijk. Nou, de parel staat. En wij zijn nu even lekker lasagne aan het maken. Want we hebben echt zoveel trek. Dus we gaan nu eerst even snijden.